Hoi, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik laten zien wat ik heb gelezen in de maand september. Ik heb deze maand 4 boeken gelezen. Een beetje minder dan vorige maand, in de maand augustus. Maar het is dan ook de maand dat werk weer is begonnen. Iedereen gaat weer naar school en zo. Dus september is denk ik voor iedereen ook wel een drukke maand. Een maand waarin je even moet zoeken wanneer je wel en niet leest. Je balans vinden. En ik moet zeggen, ja, ik wil het geen reading slump noemen, maar het laatste boek van september heb ik 2 weken over gedaan in september. Dus de laatste 2 weken heb ik over 1 boek gedaan. En ik heb hem nog steeds niet uit. En het is nu oktober. Het is oké, het is 1 oktober. Dus ik moet niet zo moeilijk doen. Maar goed, de laatste 2 boeken gingen een beetje stroef. Maar daar ga ik zo meteen over vertellen. We gaan gewoon even naar het eerste boek. Het eerste boek is namelijk It's Not Summer Without You. Het tweede deel van The Summer I Turn Pretty. Volgens mij komt er ook nog een derde deel aan. Of die is er al. Dat weet ik niet zo goed. Maar van Jenny Han. En deel 1, dus de Summer I Turn Pretty, had ik 4 sterren gegeven vorige maand. En deze heb ik ook 4 sterren gegeven. Ja, het gaat eigenlijk gewoon verder waar het vorige boek was geëindigd. Er zijn een aantal dingen veranderd in de setting. En je leest eigenlijk hoe ze daar nu mee omgaan. En ik kan er eigenlijk gewoon niet te veel over vertellen zonder te spoilen. Even denken, tropes die hierin voorkomen. Love Triangle. Die komt hierin voor. Het hoofdpersonage, Belly, Isabella, heeft best wel een verandering, vind ik. Ze maakt dingen mee, ze maakt een bepaalde ontwikkeling door. Daar hou ik altijd wel heel erg van om te lezen in boeken. Dus dat vond ik zelf heel erg leuk. En verder is het gewoon weer een beetje dat zomerachtige, dramatische, wat deel 1 ook heeft. Ik vond het allebei echt ontzettend leuke boeken om te lezen. Ik heb ook de serie gekeken. De serie vond ik wel echt iets zoetsappiger en dramatischer dan de boeken. Ik vond de boeken echt wel heel erg leuk. Ze vermaakten me, ze lieten me giechelen. Het was gewoon lekker veel drama die je af en toe even nodig hebt in je leven. Ik hou gewoon echt van af en toe even een dramaserie, even een dramaboek. Alle dramatische wat in een soort tienerboek kan gebeuren, want het is een young adult, dat gebeurde hierin. Dus dat vond ik gewoon heel erg leuk. Je moet het niet lezen als je zeg maar een serieuze romance wil lezen, maar als je echt toe bent aan een young adult met drama en zomervibes, dan zijn deze 2 boeken echt een aanrader. Ik vond ze in ieder geval heel leuk. 4 sterren vind ik een hele hoge beoordeling. It's Not Summer Without You was het eerste boek dat ik las in september. Ik had gedeeltelijk hem al in augustus gelezen, weet ik nog, maar ik las hem in ieder geval uit in september. Het boek dat ik daarna las is The Bodyguard van Catherine Center. Deze heb ik gelezen in de video dat mijn Instagram-volgers mijn boeken kiezen. De volgende trouwens ook. Dus die video heb je waarschijnlijk al gezien. Maar ik ga toch nog even vertellen waar het over gaat. Dit boek gaat over Hannah. En Hannah is een soort van bodyguard. Niet echt een bodyguard, maar een soort security agent. En daar is ze heel goed in. En ze is gewoon heel stoer. En ze houdt, ze is goed in vechten. Ze kan met wapens omgaan. Ze is intelligent. Ik vond haar een heel leuk personage. En zij krijgt de taak om, tenminste haar volgende cliënt is Jack. En Jack is een bekende acteur. Want hij wordt volgens mij gestalkt door iemand. Dus zij krijgt de taak om zijn security agent te zijn. En normaal moet je als security agent eigenlijk buiten diegene zijn huis staan. Onderzoeken wie mogelijke vijanden zijn. Mogelijk gevaar herkennen en voorkomen dat hij in gevaar komt. Je bent eigenlijk niet heel veel persoonlijk bezig met die cliënt. En zij gaat ook nooit een persoonlijke band aan. Maar je raadt het al, het is een romance. Zij komen dus wel persoonlijk met elkaar in contact. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want Jack die gaat terug naar zijn ouders. Zijn ouders wonen op een ranch. Dus je hebt ook een klein beetje cowboy vibes. Als je goed kijkt op de cover zie je ook dat zij cowboy boots aan had. Dat was iets wat ik niet had verwacht van het boek. Een beetje ja, dat natuur en dieren. Niet dat dat een groot plot is in het boek, maar het kwam er wel in voor. En dat is iets wat ik heel erg leuk vind. En ik had dat niet verwacht van het boek. Ik had een stadse setting verwacht. Dus ik vond het heel leuk dat dit boek mij op die manier ook verraste. Maar hij moet daar dus heen naar zijn ouders. En hij wil zijn ouders niet vertellen dat hij in gevaar loopt. Dat hij een stalker heeft. Want hij wil niet dat ze zich zorgen maken. Dus zij moet doen alsof zij zijn vriendin is. Dus je hebt ook fake dating in het boek. Dus het is een heel ander soort cliënt dan ze normaal heeft meegemaakt. Ze komt echt in zijn persoonlijk leven, leert hem en zijn familie kennen. Ja, en ondertussen maak je ook nog eens haar ex mee, wat echt zo'n idioot is. En allemaal leuke side tropes. Ik vond het echt, dit boek had mij gewoon heel erg verrast. Ook al was hij heel populair op TikTok en zo.
Het had me heel erg verrast. Dus ik vind het echt een heel leuk boek. Deze heb ik uiteindelijk ook 4 sterren gegeven. Ik moet zeggen, in het begin duurde het even tot het op gang kwam. Ik bedoel, ik las het, maar ik was nog niet echt verbonden met het hoofdpersonage. Het boeide me nog niet zoveel. Ik bedoel, het vermaakte me, maar het boeide me niet zoveel. En toen zij echt in contact kwam met Jack, merkte ik echt dat het me ging pakken. En ik wilde graag doorlezen. En ik denk dat dat vanaf pagina 100 was. Maar dat heb ik sowieso vaak wel met boeken. Moet eerst tot pagina 100 komen en dan gaat het echt lopen. Ik heb bijna nooit dat een boek me vanaf pagina 1 pakt. Ik heb het met een aantal boeken gehad en meestal zijn dat 5-ster boeken. Maar goed, dit was een 4-ster, net als vorig boek, een 4-ster hoge beoordeling. En echt een goede aanrader. Het derde boek van de maand september is Love Theoretically van Ellie Hazelwood. Deze hebben jullie ook van mij gekozen, tenminste de mensen die mij volgen op Instagram. En die hebben gestemd, die hebben gekozen voor Love Theoretically. Dus deze heb ik ook gelezen in een video die ik al heb geplaatst. Ja, deze was ook ontzettend leuk. En kijk trouwens even naar dit boek. Zo floppy, ik hou zo van floppy books. Oh, het is toch heerlijk. In ieder geval, Ellie Hazelwood, haar boeken gaan eigenlijk altijd wel over wetenschap en natuurkunde en biologie, noem maar op. Zeg maar al die wetenschappelijke vakken. En dat is dit boek natuurlijk ook. Ik had hiervoor Love on the Brain en Love Hypothesis al gelezen en die hadden dat ook. Ik vind het vaak wel heel interessant. Ik begrijp niet alles, maar ik lees daar gewoon een beetje overheen en ik pak op wat ik op kan pakken. Het schrikt me vaak wel af om te beginnen, maar het maakt eigenlijk nooit uit wanneer ik het lees. En dat had ik hier dus ook weer. En in dit boek ging het over natuurkundigen. En binnen de natuurkundigen heb je dan het theoretische en praktische natuurkundigen. Dus de ene die onderzoeken en die schrijven theorieën en vooral in de boeken en denken. En de andere kant die is echt bezig met experimenteren. Nou, en zij is een theoretische natuurkundige. Ze verdient nog niet heel veel geld. En om wat bij te verdienen doet zij een soort fake datingbaan. Zij date mannen die kunnen haar inhuren als het ware. En dan doet ze alsof ze, een relatie hebben. Nou, bijvoorbeeld omdat die man een familie heeft die continu vraagt wanneer die nou een vriendin krijgt. En daar wordt hij gek van, dus huurt hij haar in om van die vragen af te zijn. Of sommige mannen vinden het gewoon leuk om te pronken met een vriendin. In ieder geval, dat doet ze als een soort bijverdienste. En ze heeft ook een bepaalde, cliënt noemen we het dan. Of klant. En die ziet ze regelmatig. Ze gaat eigenlijk altijd mee met zijn feesten, met familie. Omdat hij dus die vraag wil vermijden van, nou, wanneer krijg je nou eindelijk een relatie? Maar hij heeft ook een broer en dat is Jack. Wederom een Jack. De bodyguard had ook al het mannelijke hoofdpersonage die Jack heette. Nou, hier ook. Dus dat was wel heel toevallig. Wat ze niet weten is dat ze elkaar later ook nog tegenkomen. Is dat ze... Zij gaat solliciteren voor haar droombaan. Waar ze echt aan het werk kan. Meer gaat verdienen. Het is haar droombaan. En terwijl ze aan het solliciteren is, is er een etentje. En daar komt Jack aangelopen. En Jack is ook een natuurkundige. Maar dan de experimentele kant. De praktische kant. Dus het zijn ook een beetje rivalen in het vakgebied. En het blijkt ook nog eens dat hij een hele belangrijke, machtige positie heeft tijdens haar sollicitatieproces. Dus hij kan dus bepalen of zij wel of niet haar droombaan krijgt. Dat betekent natuurlijk een heleboel voor dat sollicitatieproces. Ook heeft hij een artikel geschreven een aantal jaar geleden, waarin hij die hele theoretische kant van de natuurkundige heeft afgebrand. Waardoor er eigenlijk een oorlog is ontstaan tussen de praktische kant van de natuurkundige en de theoretische kant. En dat eigenlijk een soort vijandelijkheid heeft laten ontstaan. En dat is zijn schuld. En het heeft ook haar baas naar de grond gebracht. Oké, dit is heel veel informatie en ik ben echt heel slecht in dit soort dingen uitleggen. In ieder geval heel veel verschillende soorten verhalen door elkaar. Ik vond het een goed boek. Fake dating, enemies to lovers kunnen we ook wel zeggen. Erg goed, 4 sterren. Ja, dan gaan we nu door naar het laatste boek van deze maand. En dat is niet zomaar één. Het is namelijk het eerste deel van Crescent City, House of Earth and Blood. Van zo'n 900 pagina's. Ik heb het geannoteerd met mijn rode tapjes. En ik heb hier dus ook een week over gedaan, want het is flinke dikkerd. Ja, ik vond deze ook heel leuk. Deze heb ik ook 4 sterren beoordeeld. Ik heb deze hele maand al mijn boeken 4 sterren beoordeeld. Wat toevallig. Maar dit gaat over Bryce. En als je niet weet waar Crescent City over gaat. Het is een fantasy. En er komt ook een hint van romance doorheen. Geen smut, maar wel
spanningen en nou, voor mij genoeg om het boek leuk te vinden. Ik vind het heel moeilijk om dit boek uit te leggen, want het is heel complex. Dat is ook waarom ik er wel zo lang over doe. Het is complex, de wereld is complex. Er zijn onwijs veel theorieën over wat nou eigenlijk, hoe het eigenlijk nou in elkaar zit en noem maar op. Ik ga mijn best doen. Crescent City heeft eigenlijk verschillende huizen waar soorten wezens bij horen. Ja, het staat hier trouwens ook in het begin. Even kijken. House of Earth and Blood, dat is dus de titel ook van dit boek. Nou, er zitten shifters, mensen, heksen, gewone dieren en nog wat andere overige wezens, zeg maar. Nou, dan heb je House of Sky and Breath. Dat is ook het volgende boek. Daar zitten angels, feeën, sprites. Ja, ik vind het moeilijk om uit te leggen wat het nou is. Dat begrijp je wel als je het boek leest. En nog wat overige. Dan heb je House of Many Waters. Nou, dat spreekt op zich wel voor zich. Het zijn echt waterwezens, zeg maar. En dan heb je House of Flame and Shadow. En daar zitten eigenlijk de enge wezens, vind ik. De vampieren, de draken. Nou ja, nog wat andere wezens. In ieder geval, dit is vier huizen. En Bryce is half mens, half vee. En mensen worden in deze wereld eigenlijk een beetje verafschuwd. Dat zijn de mindere. Die worden echt opzij gezet in die samenleving. En Bryce dus ook. En hij is ook nog eens vrouw. Dus dat helpt ook niet mee. En Bryce werkt in een soort antiekwinkel / bibliotheek. En ze houdt ook heel erg van feesten en lekker met haar vrienden rondhangen. En op een gegeven moment gebeurt er iets. Op de achterkant staat ook, er wordt een moord gepleegd. Ja, ik wil niet te veel zeggen om het te spoilen, want er zitten heel veel wendingen in het boek. Dus ik wil daar niet te veel over vertellen. Maar op een gegeven moment komt er dus een moord. Dat staat dus ook op de achterkant. Ja, dat zet eigenlijk echt haar wereld op zijn kop. Ik had een bepaalde voorspelling gedaan en ik had enigszins gelijk. Maar ik had zeg maar dit voorspeld en uiteindelijk was het dit. En nou ja, dan eigenlijk gaan we 2 jaar verder in de tijd en dan gebeurt er weer iets. Uiteindelijk gaat het verhaal er dus over dat zij die moord gaat oplossen. Wie heeft dit nou uiteindelijk gedaan? En zij wordt zeg maar door de hogere mensen in deze samenleving gekozen om dat te gaan oplossen. Samen met Hunt Ethelar. Tenminste, niet samen met, maar hij moet haar beschermen. Maar meer wil ik eigenlijk niet vertellen. Maar er zit gewoon heel veel. Het is een soort van murder mystery-achtig doorheen. Want je moet natuurlijk weten wie die moord heeft gepleegd. En ja, nee, ik wil er gewoon niet veel over zeggen. Want ook het einde, de laatste hoofdstukken. Insane was het. Dus ja, ik ga daar gewoon niet veel over zeggen. Maar het vermaakte me heel erg. Maar het was wel echt heel erg complex. Dus je moet hier gewoon, als je hier aan gaat beginnen, moet je echt even de mentale kracht hebben. En ik weet niet of ik dat nou wel of niet had, maar ik worstelde wel echt even met dit boek, met het doorheen komen, het oppakken. Maar uiteindelijk heb ik hem wel gewoon 4 sterren gegeven. Het is echt een goed boek. Het einde, oh, dat was echt heftig. En ik wilde gewoon heel graag meteen door en ik miste de personages eigenlijk zodra ik hem uit had. Dus toen ben ik meteen begonnen aan het volgende boek. En dat is het boek dat ik nu ook nog steeds aan het lezen ben. Maar ik ben er maar op bladzijde 212. Morgen doe ik er al 2 weken over. En ik ben nog niet eens op de helft. Ja, het is gewoon echt een complexe wereld. En ik weet nog niet of het aan het boek ligt of aan mij. Maar ik pak gewoon het boek niet zo heel snel op. Maar het is niet een slecht boek. En het is ook niet dat het me niet vermaakt. Want het vermaakt me juist heel erg. Zodra ik het lees, dan ja, heb ik het ontzettend naar mijn zin. Maar ik pak het gewoon niet te snel op. Ik heb het ook best wel druk de laatste tijd. Dus misschien is dat het. Maar goed. Je kan ook niet altijd heel veel lezen. En heel snel lezen. Dus ik moet me er ook niet veel zorgen over maken. Maar hier heb ik wel dus 2 weken in september in gelezen. Maar ik gok dat ik hem dus uit zal lezen in oktober. Dus die telt niet mee met de telling voor de maand september. Maar goed, deze 4 boeken wel. En het zijn dus allemaal 4 sterren. We hebben romance en we hebben fantasy. En dat zijn ook wel, denk ik, mijn 2 favoriete genres. Tenminste, het zijn ook de genres die ik het meeste lees. Dus ja, dan is het logisch dat mijn favoriete genres zijn. Ik wil ook wel meer thrillers gaan lezen en zo. Maar goed, dat komt allemaal wel in andere video's aan bod. In deze video heb ik jullie dus laten zien welke boeken ik heb gelezen in de maand september. Niet heel veel, maar goed, wel een boek van 900 pagina's ertussen. En uiteindelijk maakt het helemaal niet uit hoeveel je nou leest. Als je maar gewoon lekker plezier hebt met lezen. En ik hoop dat de mensen die het kijken dat ook hebben. Maar goed, af en toe zit je ook even in een reading slump. Dat kan ook. En misschien heeft deze video wel geholpen om je ook te motiveren om weer lekker te gaan lezen. En er plezier in te hebben, want dat is echt het allerbelangrijkste. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel snel weer bij de volgende video, wanneer ik mijn TBR ga opstellen voor maand oktober. Heel erg bedankt voor het kijken en tot snel.